Ik ben hier met Dominic, a.k.a. Mr. Polska. Jullie kennen hem sowieso. Ik heb hem net pakje gegeven met FIFA. Hij liegt! Hij liegt! Je moet het niet doen alsof ik een gekke noob ben. We hebben uitgelegd wat een joystick is. HDMI wisselen. Kosso. Mooie intro, vriend. Dankjewel. Lekker, jongen. Thomas de Ciel. Helaas. Damon de Best. We zijn er weer, jongens. Welkom, jongens. Daar zijn we. Ja, leuk. Leuk item. We zijn vanavond met Mr. Polska himself. Voor de mensen die hem niet kennen. Ja, moet eigenlijk wel, hè. 101 bars met Ronnie Flex had hij allemaal hits. Hij wil zich voorbereiden op een FIFA-toernooi. Hij heeft ons gevraagd om te coachen, wat dingen aan te leren, zodat hij kan vlammen op dat toernooi. We gaan hem eventjes wat dingen bijbrengen. Wordt gezellig. Damon flankeert mij. Thomas flankeert mij. Het wordt nice. Let's go. Nu we hier toch zijn. Ja. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een gloednieuwe vlog. We zijn er weer. We zijn er weer. Luister dan, nu we hier toch zijn, laat ik jullie even meenemen. Waar wil je deze hebben? Team of the Year is een feit. Lionel Andres Messi is aanwezig. Prime van de Sar. Team of the Year van de... Van nee? Nee, Team of the Year. De Bruyne. Desi Nash, waarom eigenlijk Desi Nash? Desi Nash, man, dat is echt de koop. Omdat ik koop ging spelen met Thomas. Dus wij zeggen altijd als ze naar elkaar paas, noemen we spelersnamen. Dus hij plotseling Desi Nash, Neymar. Dus toen is hij met dat gekomen. Ah, en oké, en wie is Desi? Oh, nee, laat maar. Maakt niet uit. Maakt niet uit, we gaan door. Ja, Gullit is... Zijn prime is er nog niet, maar Arnijn is aanwezig. Team of the Year, Mbappé. Wat een stats, man. Niet te doen. Ja, ik kon het niet laten, man. Alles 99. Lijpe kaart. We hebben ermee gespeeld. Hakimi is een beest. Cancelo op linksback ook een beest. Kanté is echt super vervelend. Nog veel vervelender dan hij normaal al was. Stofzuigertje. Lijpe stats. En dan heb je Prime Pelé nog. Ja, wachten nog op Team of the Year Cristiano Ronaldo. Maar die komt wel. En daarnaast, trouwens, Mr. Polska die is onderweg met zijn manager. We gaan hem ook even laten spelen met die zieke spelers, zieke teams. Damon! Had hij niet verwacht. Welke opstelling gunnen we Polska? Gunnen? Ja. Deze game wordt niks gegund. Aanvallend, toch? Ja. 3-4-1-2. Nee, gewoon 4-2-3-1. Dus gewoon 2-3-1. Basic, weet je. Gewoon basic. Ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen, man. Zie jullie zo. Yes, we zijn dus al een tijdje bezig. Een tijdje zijn we Mr. Polska FIFA les aan het geven. Hij is een potje gewonnen. Nu is hij druk bezig met verdedigers les krijgen van niemand minder dan Damon de Best. Arie. Zeg er wat van. Stop. Ik moet trouwens Dominic zeggen. Ik mag Dominic mogen zeggen. Ja, Dominic Polska. Hij is helemaal gefocust. Kijk, we kunnen filmen. Even. Kijk, als je al L2 ingedrukt houdt, je moet hem wel ingedrukt houden. Ja. Want kijk dan. Ja, nu L2 ingedrukt houden. Neem me niet zweten nu, hè, met de camera op je. Deed me niet zweten, jongen. Oké, herhalen. Oké. Heb je genoeg? Ja, top. Wat was het moment van het seizoen, hè? Ja. Was dat we de derby al gewoon verfijnd. Maar we hadden die andere teamgenoot van mij, die had alleen maar ballen tegen, ballen tegen. Yes, die moest maar tegenhouden. Ja. En wij op een wonderbaar niveau scoren daarna de 1-0. Het hadden gewonnen, gewoon een koudetje. Maar op het moment dat je met je rechterstick gaat tikken, dus nee, niet indrukken, maar gewoon een tikje omhoog geeft. Juist, oké. En nu mik je een beetje naar de dichtstbijzijnde man die bij de bal staat. Dus oké, wacht, nu switch je, kijk, ik ga het je laten zien. Dus nu ben je die man daar achterin, toch? Ja. Dan tik je opzij, dan ben je Fabinho. En nu kun je eigenlijk heel de tijd de man die jij wilt. Die want anders is het random. Ja, man. Met L1 heb je heel vaak dat je de verkeerde man met die niet dicht bij de bal staat. En nu kun je gewoon letterlijk mikken naar boven. Dit is nieuw of zo? Nee. Dat was altijd al. Ja, dat is gewoon een keuze die je maakt. Je hebt gewoon of je switcht met L1. Maar kijk, nu bijvoorbeeld wil ik Mané zijn. Ja, dus nu doe je een tikje naar voren. Niet naar beneden, naar voren. Dus eigenlijk opzij, naar links toe. Omdat hij dus links buiten staat. Oh, ja. Zie je? Dan heb je hem. En nu, als je hem schuin naar links doet, ja, dan heb je hem. Ja. Dat is eigenlijk het voordeel. En heel veel mensen die op dat toernooi gaan spelen, die weten dit bijvoorbeeld niet. Nee. Tenzij je echt FIFA speelt. Maar zeg maar, wat win je hiermee dan? Wat je hiermee wint is dat je veel sneller de juiste man hebt die dicht bij de bal staat. Waardoor je sneller kunt reageren. Maar dit wordt wel echt in mijn hoofd
die programmeren, ik moet die en dan moet je dan loslaten. Uitprogrammeren. Wat je kan doen is gewoon letterlijk kijken of dit gewoon lekker aanvoelt. Maar ik doe het toch automatisch die alleen. Ja, maar dat maakt toch niet uit, joh, als je alleen doet. Nee, dat maakt toch verder niet uit. Je is eigen kracht heen. Even kijken. Oké, mensen, status update. Damon is nu bezig L1X uit te leggen. Dat je man diep gaat nadat je iemand hebt ingespeeld. Ik heb hem net laten zien hoe hij kan switchen. Goed kan verdedigen. Hij is gefocust. Het is een beetje veel, maar we gaan het wel op papier zetten voor die man. Met wie? Je moet het niet doen alsof ik een gekke noob ben. We hebben ook uitgelegd wat een joystick is. Zo kwam het over, hè? Oh, joh. No, man. Die man is gewoon hard. Hij weet hoe die FIFA moet spelen. Hij kent het spelletje wel. Ik vond het wel leuk dat hij dat zei, though. Pak dan Thomas. Hoe vind je het gang? Nou, ik moet zeggen, snelle leerling. Ja? Ja, echt waar. Echt waar. Hoor je dat, Dominic? Snelle leerling. Ja. Super. Wat moest je van mij, bro? Manager. Hey, jij doet het goed, hoor. Ja, hij doet het goed. Doet goed? Kijk, maar dit is wel precies wat het is. Alleen nu sta ik gewoon met veel man achterin. Maar morgen zou je veel meer ruimte krijgen. Ik heb jullie net eventjes gecoacht. Ja. Ik heb natuurlijk het Team of the Years laten zien. Het zieke team. Dominic gaat ook spelen met een van onze teams waarmee wij in de E-divisie uitkomen, dus dat is nice. Hij gaat tegen Thomas spelen. Ik ben benieuwd, man. Hij heeft gebooste spelers, dus ik verwacht wel 2-3 goals, man. Eigenlijk. 2-3 mag wel. 2 is goed, man. 2? Ja. Oké, man. Thomas. 2 doorlaten gewoon. Verdedigen. Als het moment aankomt, rondje klikken. Wisselen. Mag je echt zelf kiezen of je wilt het met R3 doen of met L1. Wat je gewoon fijn vindt. Maar je gaat Thomas wel aanpakken nu, toch? Ja, sowieso. Hij is nu ready, hè, Thomas? Wat is die 4-2-3 bij ons? Verdedigend. Oh ja, je moet ook helemaal naar ultra verdedigend klikken. Met je... Ja, dat is de instelling van net. Ja? Ben je met Dominic? A.k.a. Mr. Polska, jullie kennen hem sowieso. Ik heb hem net pakje gegeven met FIFA. Hij liegt! Maakt niet uit, nu lacht hij nog, zo meteen niet meer. Luister, ik heb 5 vragen voor je. Ja. Algemene kennistest. Oké. Okay. Per vraag heb je 5 seconden om erover na te denken. Okay. Maar niet langer dan dat, 5 seconden. Oké. Okay. Ben je ready? Ja, ready, man. Oké, ik verwacht 100% scoren. Welke Nederlandse aanvaller speelt nu bij Tottenham Hotspur? Bergwijn. Zie je. 1 punt. Welke Nederlandse artiest staat bekend om het nummer Vroom? Oh, dat weet ik echt niet. Vroom, vroom. Oh, Femke Louise. Boom. Ja. Ik help hem nog, hè. Ja. Wie deelde in 2010 namens Oranje een karatetrap uit aan voetballer Xabi Alonso? Hoe heet hij nou? Van Gaal? Dit was de Champions League. Dat was de speler in de wedstrijd. Klaar, 5 seconden bij. Welke Nederlandse artiest draagt de bijnaam The Highest? Memphis? Nee, Promes? Nee, 5 seconden bij. Laatste vraag. Welke Nederlandse voetballer miste een grote kans in de WK-finale van 2010? Robben, boom. Ja, dat weet iedereen. Faya, zeg maar dat iedereen dat weet. Dat iedereen dat ook weet. Heel goed gedaan. Hoeveel had ik gedaan? Je had de eerste goed, je had de tweede goed. Van Louise, ik hielp je wel. 2,5. Nigel de Jong, goos. Van waar? Nigel de Jong met die trouw op zijn borst gewoon. Chest. Legendary. Dat weet ik ook echt niet meer. Iedereen sprak te schande, maar ik was fucking trots. Dat weet ik. Maar dat weet ik ook gewoon niet. De highest is Frenna, man. Oh, ik dacht dat we het over voetballers hadden. Nee, man, welke artiest? Nederlandse artiest? Ja, zo... Oh, yo, ik was zo in die voetballen. Ja, ja man. Ik weet het. Maar Fred heeft nog die... Ja, die adem daar toch? Dat is die highest. Ja, man. En die van Cluis was Nederlandse artiest. Ah, fuck. Maar dat is het mooie. Ah. Daarom mocht ik voetbal en artiest toch? Ja. Daarom moet even die switch gooien. Oké. Ja, hoeveel? Waar niet op bro? Oké. 3. Oké. Okay. Eigenlijk 2, maar 3. 3 kan nog net. Heel goed gedaan, Bruski. Lobby, man. Ja, maar, daarom, ik noemde toch alleen maar voetballers op bij The Highest. Ik zei... Ja. Dat was een beetje plotseling switch. Ja. Dat was hem weer, dames en heren. Ik moest even dubbelchecken, maar de microfoon staat aan. Dat betekent dat we de video kunnen afsluiten. Dominic is weg, Mr. Polska. Goede guy. Heel relaxed. We hebben hem pakjes gegeven. Maar je bent wel de enige die geconcealed hebt van hem. Huh? Jij hebt een goal tegengekregen. Ik heb geen... Oh, nee. Ja! Bro! Wat? Oké, nee, daar gaan we niet eens op in. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Damon had ook weer het woord. Moest weer het woord hebben. Maar dat maakt niet uit. Thomas. Ja, jongen. Hij is druk bezig aan het afsluiten. Onze technicus. Maar ik moet zeggen...
We hebben nu een groot artiest in onze loge gehad. Maar de FIFA-manies die had, die nu heeft meegekregen van Damon en van ons. Oh, hij moet ons toch smaken, man, dit weekend. In Polen. In Polen, daar heeft hij een toernooi. Daar hebben we hem op voorbereid. Beter vlamt hij ook gewoon daar. Beter vlamt. Zal wel heel ziek zijn. Daarom, vond je het een leuke video? Laat even weten in de comments wat je ervan vond. Laat even een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie later bij de volgende. Hou je rustig. Later. Close doors, I'm a fool for your life.